Veel leerkrachten hebben volgens mij het gevoel dat ze binnen die vier muren moeten zitten en dat ze hun jaarplan of hun leerplan tot in de puntjes moeten uitvoeren. Maar ik denk net dat het de kracht is om soms eens buiten de lijntjes te kleuren. Kijk mannen, dit is hier een klein belachelijk perkje. Wij vinden dat nu heel klein, maar het is best mogelijk dat er over 50 jaar niet veel landbouwgrond meer gaat over zijn en dat dit een groot perk is. En we moeten daar iets mee doen. We gaan daar nu prei in zetten. We willen hen steunen en dat gaan we vandaag doen. Mijn lessen beginnen heel vaak met een wit blad. En ik discussieer met de leerlingen een beetje over wat er gebeurt in de wereld. En dan heel vaak komen daar toch wel hele interessante ideeën op de proppen. Heel veel actuele zaken waar we iets mee kunnen doen. Toen we een les kregen van hem, kwam hij eigenlijk gewoon naar ons toe en met het onderwerp van oei, de boeren zijn bijna op. En vanaf daar mochten we het eigenlijk ook gewoon verder aanvullen. Vooral ook heel veel mocht van onszelf komen. Vrijdag was er een groot project waar de zevendejaars maanden naartoe gewerkt hebben. Wij hebben een projectdag georganiseerd en de naam kreeg Pupils of Tomorrow. Pupils of Tomorrow, waarbij dat ze hun eigen toekomst in handen nemen op vlak van armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, migratie en ontwikkelingshulp. We gaan eventjes overlopen wat er verwacht wordt van jullie deze les. Jullie hebben al gebrainstormd aan de hand van de documentaire. Nu is de bedoeling dat jullie elkaars ideeën overlopen met elkaar en dat jullie gaan kijken waar kunnen we mee verder gaan en wat laten we weg. We hebben eerst vooral nagedacht wat kunnen we doen en wat zou er leuk zijn. Dan zijn we begonnen met verenigingen opzoeken, verenigingen contacteren en dan ook effectief workshops vastleggen. Dat was wel heel leuk dat we eigenlijk ons eigen ding konden doen. Oei, de boeren zijn op. Vandaag zijn we de stad ingetrokken om een oei-mysterie op Leuven los te laten. Ik moest vandaag mensen interviewen, maar er zijn ook kinderen en die hebben gekrijt en geflyerd en ook prei geplant in de stad. We hebben op heel veel plekken oei gekrijt en ook gewoon flyers uitgedeeld, in brievenbussen gestopt om een soort van mysterie op te roepen. Dus vandaag gaan we mysterie een beetje lanceren op de sociale media. Iedereen moet foto's posten. Gewoon en vragen, wat betekent dat hier? Wat is dat hier? Woensdag mogen we dat pas zeggen. We mogen het bekend maken aan de pers. De bedoeling is dat we woensdag onze plannen uit de doeken doen bij de lokale pers. Alsjeblieft meneer. Oei. Dank u. Het is ook belangrijk dat we daarover praten, omdat we wel op de hoogte moeten zijn dat er zo'n probleem zich afspeelt in de maatschappij. En wij gaan dan gewoon positief proberen te denken en brainstormen hoe maken we het beter. Meer dan 70% van al de mensen op de aarde gaan in steden wonen. De thema's die gekozen worden zijn thema's dan in de wereld wel veel over gesproken wordt, maar dan de leerlingen niet zoveel mee bezig zijn. Waaronder ik zelf ook. Nu door dat te doen heb je echt een hele andere kijk gekregen. Eigenlijk vind ik dat er te weinig gepraat wordt over thema's van de wereld van morgen. En door daarover te praten weet je wel dat het echt wel nodig is. Ja, in Oeganda we hebben heel mooie platen. Zo, mountain. Ik geloof het belang als leerkracht om iets te bereiken met de leerlingen, zeker op vlak van wereldburgerschap ook, omdat onze leerlingen eigenlijk nog heel erg zoekende zijn van wat ze willen, wat ze geloven, wat hun mening is. En je merkt ook dat ze gedurende het proces eigenlijk zelf een mentaliteitsverschuiving maken en op veel meer dingen beginnen te letten. En door dingen te doen en het leuk te maken voor hen, geloof ik dat het langer blijft hangen dan dat ik het gewoon zou doseren. Maar natuurlijk is er ook altijd maar eentje dat kan winnen. Dus degenen die met de vluchtelingen spelletjes zijn gaan spelen, mogen naar voren komen. Heel in de groep. Als je het proces bekijkt van in het begin van een bladje papier naar dat wat we vrijdag hadden, vind ik dat wel een mooi resultaat geworden is.
hoofddoel van mijn les is gewoon dat die leerlingen om zich heen leren kijken. Zonder vooroordelen naar de wereld kunnen kijken en naar mensen kunnen kijken.